Ron Meijer. Ron Meijer was voorzitter van de Socialistische Partij. Maar na de verkiezingsnederlaag is hij afgetreden. Dat is een sympathieke vent, vind ik. Goeie vent ook. Hij heeft een boekje geschreven, De Onmisbare. Een beetje gebaseerd op het boekje van, Franse boekje van Edouard Louis. En dat was een groot succes in Frankrijk. Ze hebben mijn vader vermoord, luidt de Nederlandse vertaling. Mooi boekje ook trouwens. Ging ook over zo'n arme, treurige man die zijn hele leven gesappeld heeft en toch eigenlijk niks bereikt. Met De Onmisbare bedoelt Ron Meijer, vuilnisophalers, schoonmakers, dat soort mensen, rioolwerkers. Al die mensen die dus aan de onderkant van de maatschappelijke klasse zitten en eigenlijk heel slecht betaald worden en ook 6 jaar eerder doodgaan. Daar maakt hij een groot punt van. Dat komt steeds in het boek terug. Iedere keer krijg je die 6 jaar weer voor je kiezen. Voor die arme mensen die 6 jaar eerder doodgaan. Maar ja, daar wil ik toch de kanttekening bij maken. Dat de meeste van dit soort mensen, en daar valt mijn vader bijvoorbeeld ook onder, die ook heel veel te vroeg is doodgegaan. Die rookten als ketters en roken nog steeds als ketters. Dus ze roepen het ook een beetje over zichzelf af. Daar is niks aan te doen. Het is een warm pleidooi voor De Onmisbare, een vurig pleidooi. Ja, ik ben het aan de ene kant helemaal met deze Ron Meijer eens. Dat ze natuurlijk veel meer gewaardeerd zouden moeten worden. Beter zouden moeten verdienen. Beter salarissen zouden moeten krijgen. Aan de andere kant, één aspect wordt toch ook wel helemaal niet naar voren gebracht. Ik kom zelf natuurlijk ook uit die klasse. Mijn vader was doodgraver. Nou, wat wil je nog meer onmisbaar hebben dan een doodgraver? Die zijn heel erg hard nodig. Zeker in tijden van corona. Maar in die klasse waar ik uitkom, is ook een enorme minachting voor de hogere klasse. Een soort dédain daarvoor. Op zichzelf begrijpelijk. Maar ze vonden bijvoorbeeld dat het van kapsones getuigde dat ik naar de HBS wou en wou doorleren. Alsof ik daarmee in de hogere klasse terecht zou komen. Dat wou ik helemaal niet. Ik wilde gewoon leren, ik wilde gewoon weten, ik wilde kennis opdoen. Het was helemaal niet mijn bedoeling om de onmisbare achter mij te laten. Of om het hoog in mijn bol te hebben en in een Rolls Royce te gaan rijden. Geen sprake van. En dat deed dan dat gemopper op de hogere klasse, dat vind ik toch een onaangenaam aspect van het milieu waar ik uit voorkom. En dat aspect ontbreekt volledig in dit boek.